Het materiaal om EID-kaarten te maken is na een jaar eindelijk gearriveerd in Suriname. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat door verschillende factoren het productieproces voor de blanco EID-kaarten veel langer dan normaal heeft geduurd. Nu is er materiaal voor 100.000 EID-kaarten. Het is de bedoeling dat eerst de achterstand van 56.000 aanvragen wordt verwerkt. Dat betekent volgens minister Brunto Somaharjo dat de ambtenaren van het CBB en de Printhouse zich dag en nacht zullen inzetten om de opgelopen achterstand in te halen. President Chandrika Prasad Santokhi heeft een constructief gesprek gehad met de vakbeweging, vertegenwoordigd in Ravaksur Plus, het onderhandelingsorgaan en het clusterteam van ministers. Deze vergadering markeert een voortzetting van de langdurige onderhandelingen tussen de regering en de vakbonden, gericht op verbetering van de positie van de Surinaamse burger. Gesproken wordt over voorstellen die haalbaar zijn en snel uitgevoerd kunnen worden. De onderhandelingen zijn vandaag voortgezet. Het regionaal ziekenhuis Wanica heeft sinds gisteren haar eigen kinderafdeling. Hiermee kunnen vanaf nu opnames plaatsvinden van kinderen. Algemeen directeur Ganesh Laiksing sprak van een bijzondere mijlpaal. Deze afdeling is deels opgericht door schaarse eigenmiddelen en een groot deel door donateurs.